Wat zou uw positieve gedachte voor vandaag kunnen zijn dat u bent opgestaan? De positieve gedachte dat ik vandaag ben opgestaan? Nou, gewoon weer een lekkere dagje op zo'n beurs. Met weer nieuwe mensen ontmoeten, klanten ontmoeten. Gewoon even een leuke tijd meemaken hier in Nieuwegein. Want ja, het aantal beurzen is sterk aan het afnemen. En de beurzen die er dan nog zijn, daar maken we dan graag gebruik van om ons als bedrijf te tonen en te laten zien wie we zijn. Wat maakt deze beurs zo uniek? Wie kan daar een mooie antwoord op geven? Nou, ik kom eigenlijk net binnenwandelen, maar het lijkt me een gezellige knussenbeurs. Want het is niet zo mega, mega groot, maar leuk te overzien. En er is voor elk wat wils. Allerlei informatie, noviteiten, een klein hapje. Wat vindt u van de koffie hier? Dat weet ik nog niet. Want ik heb net de automaat ontdekt. Ja. Dus ik kan nog niet zeggen hoe die smaakt. Ja, lekker losse opzet. Dus, enthousiaste mensen. Geïnteresseerd in de producten. Ja, interessant. Wat is voor jou de reden dat jij vandaag bent opgestaan? Wat is jouw positieve gedachte? Ik denk, jij staat hier als komenlid. Ik denk, ja, ik moet hier naartoe komen. Yeah. Wat is voor jou de reden dat jij vandaag de beurs aan het bezoeken bent? Kijken of er nieuwe dingen zijn. Informatie is altijd welkom. En gezellig. Yeah. Leuke dag. Wat vindt u van de beurs tot nu toe? Nou, ik vind het... Wij staan er voor de tweede keer, dus we zijn erg blij. En, de start was heel erg goed. Het kalf nu wat af, maar we zijn heel blij met heel veel jonge mensen. Veel uit de branche gesproken. Levendig, leuk afwisselend. André Kuipers, een hele mooie kick-off gezien. Dus ik ben wel blij. Ik hoop jullie zeker ook. Weten. Ja. Ja, wij ook, zeker weten.